even serieus. Yo mensen, goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Ik ben letterlijk net wakker geworden. En dat is heel chill. Ik heb echt, het is echt het lastigste ooit wat ik heb meegemaakt. Ik heb nu zeg maar een soort van puist achter op mijn hoofd. En als ik daarop lig, zo met mijn kussen, weet je wel zo, dan is dat zo pijn. Je voelt me gewoon zitten. Ik weet echt niet. Het voelt echt zo irritant. Ik hoop dat het snel weggaat. Want het staat echt niet chill. Maar goed, vandaag is het weer een leuke dag. Ik moet vanmiddag wel om 5 uur werken. 5 tot 9 moet ik gaan werken. En het is nou, even checken. Het is nou zo laat. Het is nou ongeveer 1:15. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik ga denk ik mijn kamer eventjes opruimen. En dan eventjes wat eten. En dan zie ik al wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ja, dus dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Maar het gaat gezellig worden. Dus komt helemaal goed hè. Yo guys, daar zijn we weer. En het is weer een hele vooruitsprong. Het is vandaag een hele leuke dag geweest. Ik moest vandaag moeten werken. Ik moest van 5 tot 9 werken bij de Coolcat. Dat ging heel goed. Dat was best wel, op zich best wel druk vond ik. Er waren best wel veel mensen gekomen. Maar ik heb een hele leuke dag gehad. Ik heb niet echt heel veel gedaan. Ik ben in de middag eventjes wat foto's gaan maken. En die foto's staan ook inmiddels op Facebook. Heb ik dit gekocht. Of ja, gekocht, op de foto aangetrokken. En ik vind het heel vet, want deze zijn maar zo'n stukje. En ja, het komt uit een winkel. Heel veel mensen hebben het gevraagd aan mij. Ik ga het gewoon op deze manier doen. Wil je weten waar ik het heb gekocht, dan komt het van BB Jeans Amsterdam. Het is een winkeltje in Amsterdam. Daar hebben ze echt hele vette, unieke kleding. Dus als je interesse daarin hebt, je kan je deze halen. Dat is heel vet. Dus dat heb ik gedaan. En voor de rest heb ik niet echt veel gedaan. Ik moest vandaag werken. En wat ik zo meteen ga doen, ik ga een beetje Minecraft spelen. En ik denk dat ik het deze keer niet ga opnemen. Ik ben echt bezig met een huisje bouwen. En ja, ik vind, het blijft een leuk spel. Ik weet niet, voor de mensen die echt niet weten wat Minecraft is, dan moet je even checken. Ik ga het gewoon eventjes voor jullie opstarten en ik doe het eventjes via deze manier. En ik ben best wel ver. Ik ben bezig met een huisje bouwen. Ik zal even laten zien. Ik heb mijn computer echt letterlijk net opgestart, dus het doet een beetje langzaam. Ik wil trouwens ook een laptop gaan aanschaffen, maar dat wil ik volgende maand gaan doen, dus dat komt wel goed. Hallo, heb ik hem al opgestart? Ik heb al geklikt. Even checken of mijn dingen aanstaat, boxjes. Die staan ook aan. Deze boxjes zijn zo chill. Ik heb ze gekocht bij zo'n winkeltje. De Kringloop. Winkeltje. En die waren €8,50. Ik dacht echt van, misschien doen ze het niet. Maar deze dingen zijn echt super goed. En het werkt echt knalgoed. Maar ik zet even te checken, want ik wil het niet echt openen. Minecraft. Kijk, ik zal het even laten zien. Minecraft is dus een spel. Joh, en gaan we even checken. Play offline. Ik heb wel de offline versie, maar dat maakt niet zoveel uit. En ik ga jullie even laten zien. Singleplayer, baan, schijnwereld. En kijk, en ik ben dus al bezig met een huisje bouwen. Jullie zien het, ik heb al een beetje een soort van huisje lopen maken. Hier een bedje neergezet en van alles wat. Dus ik ben al een beetje bezig en je kan dus met het spel. Ik weet niet, wanneer speelde ik nou Minecraft? Mijn Minecraft verhaal. Zo, dat gaat echt 2 jaar terug. 2 jaar terug ben ik het gaan spelen voor het eerst. 1,5 jaar geleden. En ik vond het zo chill, ik was echt zo verslaafd beneden. En toen was nog de tijd dat ik het niet had opgenomen. Of nee, ik weet nog wel, ik had een aantal vlogs opgenomen dat ik Minecraft speelde. En wat was het toen? Toen speelde ik altijd, toen ik het ging opnemen had ik nog geen programma om mijn beeld op te nemen van mijn camera. Had ik nog geen programma om het beeld op te nemen van mijn scherm, zeg maar. Nou heb ik Fraps, dat is een soort van programma waarmee je zeg maar je beeldscherm opneemt. Maar toen had ik dus letterlijk de camera, die plaatste ik voor het scherm. Dus mijn camera die nam gewoon echt het beeld op. En dat was zo verschrikkelijk. Echt. En dan zag je in één keer mijn vinger random op het beeld. Ik weet niet, zullen jullie vast nog wel herkennen. En sindsdien vind ik het eigenlijk een heel leuk spel. Het is gewoon, ik vind het gewoon lachen. Er zit niet echt een doel in of zo. Ja, overleven. Maar voor de rest is het eigenlijk heel chill. Maar dat is eigenlijk een beetje wat ik gedaan heb vandaag. En morgen gaat ook een leuke dag. Morgen moet ik werken. In de avond pas. In de ochtend ga ik eventjes lekker sporten en lekker genieten. Even uitslapen. En dat is een beetje mijn avondje. Maar dat is een beetje mijn dag voor vandaag. En ik zou zeggen, ja, tot zo. Goedemorgen mensen. Welkom weer bij een nieuwe dag. Het is weer een andere dag. Het is niet dezelfde dag als de dag die je van tevoren zag. Dat rijmt. Met een lach. Nee, het is weer een andere dag. Ik heb weer lekker geslapen. En zoals jullie gisteren ook dus hoorden, heb ik dus last van een puist op mijn hoofd. Achter mijn hoofd. En dat doet zoveel pijn. Ik heb net weer lopen liggen en dit doet zo pijn om gewoon zo te... Dus ik moet elke keer zo liggen, dus dat doet zo plezier. Maar goed, wat ga ik vandaag doen? Ik moet vanavond gaan werken, van 6 uur tot en met 9 uur waarschijnlijk. Bij Broederbeer restaurant. En daarvoor, het is nou echt 12:15, nee, 12:30. En ik weet echt nog niet wat ik ga doen. Ik zit te denken om eventjes mijn kamer op te ruimen. Om misschien wat schoenen schoon te maken die jullie daar zien chillen. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen en dan zien we wel wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. En ik zeg, yo, ik heb een appje. Zo, yo guys, ik ben net klaar met een videoopname. Ik heb namelijk net een video opgenomen en bewerkt van alle Facebooknamen die jullie zien. Dat is echt zoveel knip- en plakwerk, dat is niet normaal. En op een gegeven moment dan moet je echt letterlijk tussen elke moet je echt knippen om het echt gewoon kort te maken. Het was echt eerst, ik denk, nogal 15 minuten of zo. En heb ik nou helemaal moeten knippen naar 7 minuten of 8 minuten of zoiets. Dat is echt onwijs veel werk. Maar het is gelukt. De video is nu aan het renderen. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk is hij al lang online als jullie dit zien. Maar goed. Dus dat is een beetje wat ik dus heb gedaan net. Ik heb eventjes wat gegeten, wat gefilmd. Ik ga denk ik zo meteen nog een video opnemen. Ik weet nog niet wat voor, ik denk een vlogje of zo. Ik heb alles ook al klaargelegd voor wat ik zo meteen ga aantrekken. Dat doe ik altijd. Dit wat jullie hier zien, dat doe ik echt altijd voordat ik ga douchen. Leg ik alles echt netjes neer op mijn bed. Zodat ik weet wat ik ga aantrekken en dat ik kan een beetje matchen en zo. Dus dit is echt een typisch Joel trekje. En het is echt heel raar weer. Dan is het weer zonnig en dan is het weer, ja, ik weet niet, heel... Heel apart weer. Hé, mijn vader is beneden. Zie je hem daar? Nee, hij is nou even weg. Ah, daar is hij. Zwaardig, die is even bezig. Maar goed, ik ga even gauw douchen. En dan zien jullie mij zo meteen alweer met een nieuw stukje. En ik zeg, yeah, mensen, daar zijn we weer. Het is echt heel vet. Ik heb net moeten werken natuurlijk. Maar er is namelijk iets heel vets nu in mijn kamer. Ik heb namelijk nu een eigen greenscreen, zoals jullie zien. Dat is zo chill. Ik heb dat doek echt al jaren in mijn kast liggen. En ik had het echt in een slim idee. Ik dacht van, wat nou als ik daar gewoon boven van die beugeltjes maak en ik hang het gewoon zo op. Ik heb het niet gedaan, mijn vader heeft het gedaan. Dus nu heb ik gewoon echt een super vette greenscreen in mijn kamer. Dus nu kan ik gewoon lekker dingen opnemen in mijn kamer. Clipjes en dat is zo chill. Dus met mijn camera die je hier ziet, kan ik dus echt veel dingen opnemen. Ik heb nu ook een microfoonstatief. Kijk, die heb ik in een schuur gevonden. Ik wist niet eens dat we die hadden, maar die is echt zo vies. Ik moet hem even gaan schoonmaken. Maar ja, ik bedoel, het is heel vet om zo allemaal te beginnen. Stap voor stap om ergens te komen. Ik bedoel, je kan nooit in één keer alles in één keer hebben. Je bouwt alles in één keer op, weet je wel. En dat is ook met de studio. Of ik weet niet wat ik hier in mijn kamer ga maken. Maar goed, ik heb natuurlijk ook hier een piano staan. Dus, kijk, heb ik hier nog een piano staan. Ik heb daaronder heb ik nog een piano liggen, zoals jullie daar zien. En ik heb in die tas ligt er nog eentje daaronder. Ik heb echt zoveel dingetjes in mijn kamer. Dus goed, het gaat allemaal stap voor stap komen. Wel, weet je, ik wil nog een paar lampjes gaan ophangen hier. Echt van die spots, lijkt me ook echt heel vet. Maar weet je, stap voor stap komen we wel bij wat het uiteindelijk gaat worden. Ik weet echt niet wat ik later echt in mijn kamer wil. Maar goed, het is nou zo dat ik dus ook gewoon zangdingen kan opnemen. Dus ik ga binnenkort ook kijken of ik misschien wat zangvideo's kan opnemen. Maar goed, het is allemaal heel chill, dus ik ben heel blij met alles. En ja, ik moest dus vandaag werken en ik heb echt, het ging echt zo goed. Ik heb niks laten vallen, ik heb alles netjes geserveerd, althans, dat voor mijn gevoel dan. En ja, het is weer een heerlijk dagje. Dus goed, maar ja, ik ben even wat muziek aan het luisteren. En dan ga ik richting mijn badge toe. Dus dat is eigenlijk een beetje de vlog voor deze keer. Het is niet echt een hele denderende vlog, maar goed, het is soms ook een beetje leuk om gewoon wat random vlogs te uploaden. En soms heb je van die dagen dat je echt niks te doen hebt, die heb ik dus gehad. Maar goed, ik ga lekker werken. Ik ga naar bed toe en ik check jullie gewoon gauw terug met een nieuwe dagelijkse video. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zeg ciao! Even serieus.